allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. En deze video neem ik jullie mee weer in Planet Zoo. Het was al lang geleden dat we de YouTube Zoo hebben gespeeld. 1 november 2023. Dus het is weer tijd om weer verder te gaan met onze dierentuin. Ik neem jullie gauw mee in de dierentuin, jongens, want het is al een tijdje geleden. Het was zelfs zo lang geleden dat ik eigenlijk niet meer wist welke dieren we hadden. Dus ik neem jullie even snel weer mee de dierentuin in. Ik weet dat we hier hadden dus allerlei kraampjes. Hier heb ik beren, geloof ik, zitten. Met een ander soort dier was hier, toch? Oké, we gaan even zoeken, hoor. We hebben een bintoerong als dier. En deze heet Kirana. En we hebben hier hebben we Banyu. En dat is de Maleise beer. Oké, dat is even goed om te weten dat we die hadden. Dan hadden we hier volgens mij gordeldieren. En die waren echt extreem veel stress, hadden ze, geloof ik. Even kijken, waar zijn ze gebleven? Het gordeldier. Waarom rennen deze mensen weg? Ik weet het eigenlijk niet. Waarom zitten deze allemaal in het handelscentrum? Hebben we er maar nog maar eentje hier zo? Oké. Huh? Hoezo hebben we nog maar één gordeldier? Wat zielig ook. Maar dit zijn allemaal vrouwtjes. We hebben helemaal geen mannetjes gordeldieren meer. Misschien moeten we die dan even kopen ook zo meteen. Oké, dat gaan we zo meteen fixen. We hebben hier pauwen. Oh, we hebben heel veel babypauwen. Oh, jeetje. Oké. Nog een babypauw. Oh, jeetje. Die hebben zich voortgeplant hier. Oké. Misschien moeten we daar eens een keer ook wat aan doen. Hier slapen de andere pauwen. Hier konden de mensen doorheen lopen in ieder geval. Hier hebben we iets van een verblijf. Maar wat zit hier ook alweer in? Ik weet het niet. Oh, een vos. En babyvorsjes. We hebben gewoon babyvorsjes. Nou, wat lief. Een polwolf hebben we hier zo. Oké, dat is in ieder geval goed om te weten. Die zijn in ieder geval blij. Laten we eerst eventjes bij de gordeldieren gaan kijken, jongens. Want die zijn een beetje gestrest. Waar zijn ze nou ook weer? Raak hier ook een beetje gestrest van. En er zitten gordeldieren in het handelding. In de nee, niet in de handel. In de dieropslag. Naar de dierentuin sturen. Waarom kan ik die niet verhandelen? Ik moet ze wel weer naar de dierentuin sturen. Oké, dan doen we dat. Maar dan moeten we wel ook even een nieuw gordeldier kopen. Want we moeten een mannetjesgordeldier nog hebben. Kopen deze wel. Even kijken, die sturen we even naar de dierentuin. Maar die doen we eerst even in quarantaine. Want dan kunnen we even kijken of die niet ziek is. Of weet ik veel wat die natuurlijk heeft. Oké, de gordeldieren worden weer naar gestuurd. Maar ik wil wel die vrouwtjes. Volgens mij kunnen hier niet zoveel vrouwtjes in leven, toch? In deze verblijf. Alana, ik moet eventjes kijken in jouw Zoopedia. Wat willen jullie? Met hoeveel dieren willen jullie wonen? Maximaal 1 mannetje en maximaal 1 vrouwtje. In een kudde alle volwassen nakomelingen worden geaccepteerd in de groep. Oké. Maar ja, nou moeten we nog wel een mannetje dan erbij hebben. Maar die is onderweg. Er is ook al een waarschuwing. Wat is de waarschuwing? Laag welzijn. Dieren zijn gestrest. Waarom zijn die dieren zo gestrest de hele tijd? Er is weinig eten. Kunnen we dit even vullen? Die zetten. Verzorger gevraagd. Oh, we hebben hier wel kleintjes. Nee, ik kan deze niet uitzetten in het wild. Ik weet ook niet waarom. Wat is er aan de hand? Even kijken. Ja, dat dier is gestrest. Maar de dieren, gestreste dieren, daar houden we even geen rekening mee. Dat is niet waar. Dat is heel zielig wat ik zeg. Even kijken. We moeten een werkplaats nog erbij maken. Want deze meneer die staat in de rij. Dus we kunnen er op zich wel nog eentje kopen. Ik was even vergeten hoeveel chaos deze dierentuin had. Jeetje. Oké. Een werkplaats. We hebben gewoon de normale gebouwtjes gepakt. Ik zet hem wel hier even gewoon in het midden zo. Zo. Personeel moet in de rij staan. Ik heb toch alweer nog een werkplaats gekocht voor jullie. Hebben we niet van die grotere gebouwen? Nee, zeker. Nou, zou ik er dan maar nog één kopen? Hier, heb je er nog één. Alleen even deze boom dan wel verplaatsen. Want deze boom staat een beetje in de weg, jongens. Jeetje. Ik dacht, we gaan vandaag weer lekker een verblijfje bouwen. Maar ik vrees het ergste. Even kijken. Die boom gaan we even verplaatsen. Die zetten we even hier. Ernstig gewond? Oh, dat is dat dier wat ik heb gekocht net. Oké, dan moet de dierenarts even komen. Dat wordt gefixt als het goed is. Wat hebben we nog meer? Nog meer monteuronderzoek is klaar. Oké. Australië thema. Wat ben ik hier allemaal aan het onderzoeken? Afrikaans thema, Australisch thema. Ik ga denk ik ook eventjes... Omheiningen zijn we al mee klaar. Stroom hebben we al. Vervoer. We zijn nu vooral de thema's zie ik aan het onderzoeken. Misschien het natuurbehoud thema. Moet ik vanuit de dierenarts nog wat onderzoeken doen? De Maleise beer is ook klaar. De polwolf zijn ze mee bezig. Oké. Volgens mij hebben we het weer redelijk onder controle, jongens. De dierentuin. Want het is een beetje chaos geweest. Oké, quarantaine is beëindigd. We gaan jou er nog even bij zetten. Bij de gordeldiertjes. Ik zal ze niet bij de polwolf zetten of bij de pauwen. Dit was ook een heel klein verblijf, hè. Dat is waar, ja. Oké, ik heb 30.000.
Is het 30.000? Dit is 30.000. Ik heb mijn natuurbehoudkrediet heb ik ook best wel wat. En we hebben momenteel 945 bezoekers in het dierentuin. En we hebben de marketing moeten we een beetje omhoog gooien. En de dierenbeoordeling. Op zich, de educatie is 3 sterren. Ja, hij gaat richting 4 nu. Oh. Zitten jullie dit nou gewoon te slopen? Wat is dit nou in 1 keer, jongens? Niet normaal dit. Oh, er is een Maleise beer overleden. Oh, zielig. Oké, er is een beer overleden. Nou ja, dat wordt geregeld. Rest in peace, jongens. Ripjes in de chat. Was ik klaar met dit verblijf eigenlijk? Ik denk het wel, want volgens mij waren ze best wel blij, toch? Ik vind ze wel echt heel lief. Kijk hoe schattig diertje dit is. Ik weet niet of je dit wil in je huis, maar het is wel heel schattig op zich ergens. Oké, maar de voeding. De kwaliteit van het eten is niet zo best. Dus we gaan even kijken of we dit voerblad... of we misschien de kwaliteit van het eten kunnen vervangen. Ik merk dat er heel veel kapot is in deze dierentuin. En dat is niet best. Even kijken, het voer kunnen we nog niet ophogen. Want daar zijn ze nog mee bezig. Want waarom is dit bord nou ook alweer kapot? Gaat van alles kapot hier de hele tijd. Even kijken, we kunnen misschien wel toch een klein verblijf er nog bij bouwen. Want volgens mij zijn op zich alle dieren wel tevreden. Maar ja, wat voor dier ga ik bouwen? Het is hier... Ik moet hier echt even een beetje mijn dierentuin fixen. Het is echt niet normaal. Ik moet wat meer personeel aannemen, geloof ik. Wat meer beveiligers of zo. Want ze slopen de hele boel hier zo. Hier zit ook al een prullenbak weer op de grond. Ik vraag me wel wat die beveiligers doen. Gaan ze dan mensen zeggen, dit mag jij niet doen. Stop ermee. Oké, dit hebben we overonderzocht. Ik moet een beetje wennen aan dat het geen sandbox is. Normaal speel ik altijd sandbox in Planet Zoo. Maar... Omdat er nu de uitdaging was aangegaan... heb je dus heel tijd ook die onderzoeken die je moet doen. Ik hoor hier nog wat kapot. Hier is nog meer kapot. Monteur roepen. Oké. Misschien is het wel leuk om hier een beetje een ijzig hoekje te maken. Dat we hier misschien ook een verblijf erbij gaan maken. Dat is misschien wel een leuk idee van een ijzig dier of zo. Ja, pingwin. Ik vind een pingwin is over voor de hand liggend of zo. We kunnen beter in de Zoopedia gaan zoeken. Want daar is het makkelijker zoeken. We gaan voor de tundra en de taiga. Wat krijgen we dan voor dieren erbij? We krijgen dan een dalschaap. Ik ga geen ijsberen meer doen. Oh, dat is echt heel lastig, ijsberen. Die hebben echt heel veel ruimte nodig. Misschien is een dalschaap leuk om daarbij te doen. Is niet zo moeilijk dier ook. Die hebben ook niet zo heel veel ruimte nodig. Maar die leven wel met best wel een grote groep, dacht ik. Hier zie je maximaal 1 mannetje. Maximaal 39 vrouwtjes. Zo. De schaap is een rijk man. Even kijken of ze in de handel zitten. Een dalschaap. Is misschien ook wel leuk om... Oh. Het is dan weer jammer. Die hebben we momenteel niet in de markt zitten. Oké, dan moeten we misschien maar beter gaan kijken wat we wel hebben dan in de handel. Oh, een das. Een das is misschien wel leuk. Even kijken. Een das. Is weinig zorgelijk. Heeft ook niet veel ruimte nodig. Nee, helemaal niet zelfs. En leeft met maximaal 6 mannetjes en maximaal 6 vrouwtjes. Misschien moeten we die gewoon doen. Hier, we hebben 1 vrouwtje. Die adopteren we dan wel. En dan misschien gewoon 1 mannetje erbij. Misschien moeten we eentje nemen die met goede vruchtbaarheid is. En iets meer levensverwachting. Ja, ik denk dat ik toch over deze ga. Oké, we nemen deze. Oké, we gaan een dasje. 2 dasjes gaan we kopen. We gaan deze ook weer eventjes in quarantaine doen. En ik denk dat ik ze dan niet bij de poolvossen ga doen. Want ik vind het wel leuker om daar dan in dat hoekje een beetje meer de ijzige dingetjes dan te doen. Oké, aquatisch thema is ook verder onderzocht. Maar we gaan nu even de drankzaken doen. Want op een gegeven moment moeten we ook wat meer pleintjes gaan maken... voor natuurlijk de mensen die wat willen kopen natuurlijk. Misschien kunnen we de dassen bij de power doen. Aan deze kant. Hier hebben we namelijk best wel wat ruimte. En dan maken we vandaag gewoon het verblijf. En dan maken we de volgende keer de omheining van het verblijf erbij. Wat hebben de dassen nodig qua verblijf? Laten we even kijken. Kunnen deze dieren ook zwemmen? Klasse 2 en 1 meter hoog hoeft het maar te zijn. Dus het hoeft niet te hoog te zijn. Gevaarlijk gevecht als gevolg van overbezetting. Wie zit er hier te vechten? Oh, deze. Dit is een buitenstaander. Ja, hier, buitenstaander. Waar kunnen we jou verkopen? Uitzet in het wild. Doe maar. Oh, gelukkig. Phew, nu zijn ze ook allemaal wel weer blij. Gelukkig. Ik heb ook gelijk een cadeautje te pakken. Ik heb een dier uitgezet in het wild. Nou, daar kreeg ik geld voor. Dat is fijn. Ja, misschien dat we het hier gaan doen dan. Misschien is dit wel een mooi plekje voor die dieren. Dan gaan we hier even een pad bouwen. Een klein stuk pad, want daarna doen we het pad om het verblijf heen. Oké. Ze hadden klasse 2 nodig.
En 1 meter hoog. Dus we hebben niet zo'n heel boeiend hekje nodig eigenlijk. Misschien iets van hout. Hier, dit is boomstammen weer klasse 3. Ondoorklimbaar. Of ondoorzichtig, beklimbaar, niet waterdicht. Kunnen dassen klimmen? Ik hoop het niet. En anders merken we het vanzelf wel. Oké, dit is weer echt mijn basic... Mijn basic verblijf. Dit kan ik wel beter. Dit moeten we even opknappen, want dit ziet er niet uit, jongens. Dit is echt te simpel. Misschien kunnen we een klein vierkantje hier maken. Dan halen we dit even weg. Zo. Pakken we even deze erbij. Oh, de quarantaines zijn klaar om te vertrekken. Dat is heel fijn. Deze verwijder ik even. En dan doen we hier... Gaan we het huisje dan maken erin. Misschien dat we dan ook wel een leuk stukje kunnen maken voor de mensen die dan gaan kijken bij het verblijf. Zo. En dan deze eraan vast. En dan kunnen we hier nog wel een soort huisje of zo ervoor maken voor de dieren. De deur moet er nog in natuurlijk. Een verblijfsdeur. Maar dat moet wel een klein deurtje zijn. Want ja, dit is veel te groot natuurlijk. Zo. En dan denk ik dat ik alleen eventjes het pad voor de mensen... dat ze hier aan deze kant kunnen kijken. En dat we dan hier wat leuks gaan bouwen nog. Maar dat ga ik sowieso wel een andere keer dan doen. Pakken we even het pad erbij. Het is ook een beetje een scheef pad geworden, zie ik. Maar goed, dat maakt nog niet zoveel uit. Even kijken, we gaan even het uitlijnen met het rooster. Even kijken, ik moet een beetje recht. Ik vind Planet Zoo een hele leuke game. Totdat je paden moet gaan doen. Dan vind ik het echt verschrikkelijk. Want ik vind paden in deze game, jongens, het is één grote ramp. Oké, we gaan heel even het verblijf even verplaatsen. Want het zit nu niet helemaal lekker aan het ding vast. Die gordeldieren, die zijn met toch een partij aan het vechten de hele tijd. Ik moet echt wat dieren daaruit gaan zetten. Ik wil eigenlijk gewoon dit hele verblijf een beetje aanpassen. Oh, wacht, ik kan het ook gewoon zo doen natuurlijk. Dan hebben ze net wat meer ruimte nog. Kunnen de mensen net wat makkelijker kijken. En dan hebben we ook net wat meer ruimte voor de diertjes. Oh, nu kan ik het in één keer wel helemaal selecteren. Dit is erg fijn dat dit het dan altijd meewerkt zoals ik wil natuurlijk. Hè? Maar dan doen we doen het gewoon op de moeilijke manier. Er is weer één grote chaos weer in mijn dierentuin. Er is een blauwe pauw ziek. Dierenarts en een verzorger roepen. Oh jeetje, al die pauwen die zijn ziek. Wat heerst er? Campylobacteriose. Jeetje, oké, wacht even. De vogelgriep of zo lijkt het wel, jongens. Al die pauwen die gaan in één keer weg. Oké, wacht. Deze moeten we echt even onderzoeken. Want dit gaat niet goed. Oké, de pauwen die zijn... Oké, jeetje. Oké, we gaan even bij het gordeldier kijken. Want daar zijn ook weer gevechten gaande. Oké, dit is een buitenstaander. Die zetten we uit in het wild. Zo. Ook een buitenstaander. Die zetten we ook uit in het wild. Oké, dan moet het als het goed is bij de gordeldieren nu opgelost zijn. Want Alana die is zwanger. De quarantaine voor de dassen is beëindigd. Dus die gaan we ook alvast eventjes halen. Want dan kunnen we dat verblijf in ieder geval al bouwen. Ik moet alleen even het pad nog van de dierenarts naar het looppad brengen. Kunnen we hier niet tussendoor toevallig? Nee, dat kan denk ik niet. Oké, dan doen we het gewoon even vanuit hier. Gaan we gewoon naar hier toe. En dat fixen we dan nog wel een andere keer. Even kijken, dan nemen we de dasjes. Nemen we even mee. De reinheid van het verblijf levert ziektes op. Oké, dit gaat ook niet goed, zie ik alweer. Oh jeetje, de volgende aflevering van deze dierentuin gaan we even de boel fixen, jongens. Want het is heftig. Het is heftig, heftig, heftig. Oké, we gaan... Oh, de zon komt wel weer. Ik ben wel gelijk mijn verblijf weer kwijt. Dat is hier. Oké, de dassen komen eraan. We doen even gewoon niet focussen op de rest. Oh, jawel, toch wel. Oh, die pauwen, jongens. Die pauwen. Ik moet ook even een nieuwe dierenarts aannemen, want... Jeetje, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dierenarts. Kom ze halen. Oké, dasjes, kom maar. Ze komen eraan. We komen eraan. Gaan we denk ik ondertussen alvast even een huisje maken. Wat is een das voor dier? Bij welke bioom hoort die? Europa en Azië. De hiërarchie tussen mannetjes is gebaseerd op leeftijd en grootte. In een kudde alle volwassenen kunnen worden geaccepteerd. Relatie met mensen is schuw. Dus ze hebben wel veel plekken nodig waar ze bij ze kunnen verstoppen. Om even zo te zeggen. Oh, dat zijn weer van die gestreste dieren. Oké. Er is een das. Hi, das. Oh, dat zijn hele kleine diertjes. Ik dacht dat ze iets groter waren wel. We moeten ook ondertussen even onderzoeken doen naar de das. Europese das. Zo, ondertussen zijn hopelijk de pauwen al een beetje beter aan het worden. Ik ga ondertussen even hier een huisje voor deze beesten bouwen. Waar denken we bij aan de das? Ik denk gewoon dat we houtachtige dingen nemen. Toch, dat werkt. Het is wel wat leukste, denk ik. Dit is wel hoog, hè? Dit is wel heel hoog voor een verblijf van een das. Die beesten zijn niet zo groot. Oké, we gaan hier eventjes aan bouwen.
Hier gaan we eventjes de... De schuilplaats maken voor de dassen. Want dan kunnen ze gewoon hier lekker schuilen. En dan hebben ze veel ruimte. Om een tukje te doen ook. En om zich te verstoppen. En ik denk dat we dit natuurlijk ook allemaal wel nog een beetje gaan aanpassen op een gegeven moment. Maar het is voor nu eventjes gewoon kijken hoe en wat ze van dit verblijf vinden. En dan kunnen we altijd nog uitbouwen. Ik denk ook dat het bij deze ook niet zo boeiend gaat zijn dat de mensen veel kunnen zien. Ik denk dat dit niet zo'n hele populaire diersoort is om naar te gaan kijken. Ik denk dat je dan eerder naar een leeuw of een tijger of dat soort beesten gaat kijken. Als je echt je dierentuin wil promoten, om het even zo te zeggen. En ik moet de marketing ook wel aanpassen. Oké, we gaan even voor een dak. Ik wil hier een dak op hebben. Ik ga denk ik dan niet voor dit dak, want dit vind ik dan weer een stom dak. Misschien is het leuk deze metalen plaat of zo erop te doen. Even kijken hoe ik die er dan het beste kan opleggen. Ik denk dat we die gewoon gaan draaien. Even kijken hoe dit nu werkt op het boomstammetje. Dit kunnen we sowieso nog hierheen doen. Ik hoop dat het hoog genoeg is voor die dassen. Dat hoop ik wel. Oké, dan gaan we deze denk ik wel een beetje... Hoe zit het nu ook? Het zweeft een beetje, maar ook weer niet. Ik moet het wel een beetje naar rechts doen. Even kijken. Jullie gaan een stukje opschuiven. Want het zit hartstikke scheef nu. Een klein beetje draaien. Oké, volgens mij zit het nu al redelijk recht op die palen. Misschien dat we het nog een beetje zo naar achter kunnen doen. Alleen dan moeten we dit muurtje wel eventjes... Oh, nu zit het hier achter weer heel erg scheef. Even kijken. Dit moeten we dan weer een beetje draaien. Maar staan die palen gewoon helemaal scheef ook? Ja, dit staat gewoon scheef. Oké, duidelijk. Die doen we een beetje naar achter. Ik denk dat het nu wel redelijk oké staat. Dat hoge gras ook, dat maakt het ook niet heel veel makkelijker. Volgens mij staat het best oké nu. Alleen deze moeten we dan nog een beetje terugzetten. Maar die staan volgens mij best wel redelijk aan elkaar. Dus die kunnen we wel even als één groep maken. En dan verplaatsen we gewoon dit hele rijtje. En dan draaien we het nog een beetje. Zo. En ik vind het op zich niet storend dat deze stammetjes erbuiten staan. Maar dat kunnen we altijd nog een andere keer fixen. Oké, ze hebben in ieder geval al een schuilplaats. Ze moeten alleen nog eventjes wat neerleggen natuurlijk. Oh, ze vinden dit dus al helemaal perfect, deze schuilplaats. Maar misschien is het wel fijn om daar nog wat spulletjes neer te leggen voor ze. Even kijken, we gaan even kijken. Er is veel te veel lang gras. Dat is er sowieso veel te veel. En ik wil nog iets van een soort vijvertje of zo voor ze maken. Dat is misschien nog wel leuk waar ze uit kunnen drinken. Ik vind het toch altijd leuker om een vijver of zo te maken waar ze uit kunnen drinken dan een standaard waterbak. Meestal zet ik die waterbakken er wel altijd wel bij, maar ik vind dit toch altijd wel wat meer realistisch zijn dan dat het zo'n waterkraantje erbij staat. Oké, we doen even al het lange gras weg, want het is echt veel te veel. Het verblijf is denk ik ook wel groot genoeg. Ik weet het denk ik wel zeker. Ja, het verblijf is meer dan groot genoeg. Oké, dan gaan we eventjes weer kijken wat ze willen. Ze willen wat aarde hebben. Het is wel leuk altijd om een beetje bij de modderpoel zo. Een beetje modderpoeltje te maken. Het ligt ook gelijk alweer heel veel plassen hier zo. We doen wat steen. Dat vinden ze ook fijn. Het zijn natuurlijk gewoon, ja, het zijn gewoon een beetje standaard diertjes. Zand kunnen we nog wel een beetje doen hier bij de modder. Zo. Mag voor mij wel stoppen met regenen. Dat is wel... Sneeuw! Willen hun sneeuw? Ze willen sneeuw. Gaan we niet doen hoor. We gaan geen sneeuw doen bij deze verblijven. We doen ook nog wel een heel klein beetje lang gras. En zich een beetje verschuilen natuurlijk zo. Daar is het gewoon niet gemaaid, het gras. Hier nog een beetje aarde. Ze vinden aarde wel fijn om te hebben, zo te zien. En dan de rest is gewoon een beetje bijzaak wat ze willen. Een beetje steen nog erbij. Dat hoeven ze niet zoveel, kijk. Dat steen hoeven ze niet zoveel. Dus we doen er gewoon aarde van maken. Daar zijn ze wat blijer mee. Zand hoeven ze ook niet zoveel. Graslang vinden ze dan nog wel oké. Okay. Beetje lang gras. Ik vind het alleen graslang vind ik misschien niet zo fijn in dit ding. Oké, okay, het heet de Europese das geloof ik hè. Dus we gaan even kijken bij het verblijf. En dan gaan we filteren op Europese das. Europese das. Waar ben je? Hier zo. Hebben we al wat voor jullie? Oh ja, we hebben hier al wel zo'n van die standaard schuilplaatsen. Maar ik ga deze hier gewoon inleggen. Ja, dit vinden ze prima. Oké, okay, top. Voer en water. Laat ik even een voerbak grootworst neerzetten. Ik zie wel dat ik het... Ik kan het wel naar beneden doen, zie ik dit nog een stukje. Wat kunnen die mensen überhaupt wat zien? Niet echt veel, maar
Ze zien wel wat. De waterleiding ga ik dan hier wel bij... zo hier dit zetten. Nou lijkt het net of ze hieruit kunnen drinken. Koelers hebben ze niet nodig. Slaapplekken hebben we al. We moeten wat verrijking voor ze neerzetten. We doen hier een balletje. Die vinden ze leuk. Ze zijn nog aan het onderzoeken, de dierenartsen. Maar dat monteuronderzoek... Oké, die is klaar. Ja, Noordpoolthema. Top. Personeel moet in de rij staan. Ja, dat komt omdat er één grote pauweninvasie is gebleven. Of pauweziekte, vogelgriep is gebleven. Dus dat skippen we maar even. De dasjes. Wat vinden jullie nog meer fijn om te hebben? Even kijken. We gaan weer even terug naar verblijf. Ja, we hebben tot nu toe alleen nog maar een sproeier voor jullie. Dit is nog niet veel. Het spijt me. Maar dus, we moeten even nog wat onderzoeken doen voor jullie verblijf. Oké, dit vinden jullie in principe allemaal prima. Dus we gaan even wat boompjes neerzetten. Want zoals je ziet hebben ze hier best wel wat bedekking nodig. Je zag ook daarnet bij de Zoopedia dat ze natuurlijk schuw waren naar mensen. Dus ze vinden het fijn als wij wat verblijven maken voor ze met wat veel bomen en zo. Dus we gaan even kijken of we ook veel bosjes kunnen neerzetten. Aangezien deze dieren klein zijn, kunnen ze hier best wel onderdoor. Ik merk alleen wel dat ik het hek... dit hek moet ik wel wat lager maken, zie ik. Dat kan in principe ook. Ik heb het idee dat die mensen helemaal niks kunnen zien. Dus laat ik deze gewoon even wat lager maken. Volgens mij kunnen die dieren ook helemaal niet ontsnappen hier, joh. Kunnen jullie nu wat zien? Ja, jullie kunnen nu wel wat meer zien. Oké, de dasjes. We moeten dit ook even in de gaten houden. Volgens mij zijn ondertussen de pauwen wel beter aan het worden. Dus dat is in principe al heel fijn. Want ja... Die waren behoorlijk ziek met die pauwen. Bomen. We gaan eens even kijken. Dit zijn grote bomen. Die creëren ook veel schaduw. Het is hier niet dat ze echt uit kunnen verstoppen. Maar ze kunnen hier wel wat schaduwplek creëren. Want volgens mij hoeft het ook niet heel warm te hebben. Oh, deze vinden ze niet zo leuk. Dan doen we die niet. En deze? Deze vinden ze wel leuk. Maar dit vind ik een heel raar bosje. Oké, we gaan even wat boompjes neerzetten. Ja, ik vind het dassenverblijf. Heeft het heel veel aandacht nodig? Deze vinden ze ook niet leuk. Waarom vinden jullie deze dan ook niet leuk? Oké. Oké. Jullie vinden deze helemaal niet leuk. Wacht, misschien moet ik deze ook nog even aantikken. Oké, even wat schaduwplekken weer voor ze creëren. Deze vinden ze dan wel leuk. We hebben hier ook wat plantjes. Plantjes vinden ze wel leuk. Ja. Die hebben ze ook in het groot. Ja, we hebben wat meer verrijking voor die dieren nodig, hè. Tot nu toe hebben ze nog niet zoveel. Ik vind dit echt van die dieren die gewoon een beetje zo in de tuin leven of zo. Ja, dat leven ze niet, maar... Dat we hier gewoon van alles wat hebben, toch? Welk dier zouden jullie leuk vinden, jongens, voor de volgende keer dat ik zou bouwen? We hebben nu natuurlijk best wel... Nou, niet dat we de dieren gaan bouwen, maar we hebben hier best wel wat kleine dieren natuurlijk. Wel leuk om deze straks hier en zo een beetje neer te zetten, trouwens. Ik zet ze alvast even hier neer, dan doen we dat een andere keer. Heel brandnetels. Moet je niet invallen met je gat. Oké, even kijken. We hebben hier... Oh, dit is een hele grote boom. Vinden jullie deze boom fijn? Ja, deze boom vinden ze wel fijn. Ik denk ook niet dat als we dan veel van deze bomen doen... dat we dan veel meer nodig gaan hebben. Verblijf heeft een beschadigde omheining. Deze al? Die mensen zitten hier echt alles te slopen de hele tijd, joh. Wat is dat toch met jullie? Wat zijn dat voor brutale bezoekers heel de tijd? Niet te doen. Oké, er is nog één zieke pauw. Dus op zich is dat wel heel fijn. Dat gaat in ieder geval goed. We gaan even wat stenen en zo hier neerzetten. En dan is het verblijf wel klaar in principe. Ja, we hebben alleen nog wat verrijking nodig. Maar ja, daar zijn die onderzoeken voor nodig. Ik ga hier nog even wat stenen en zo neerzetten bij het water. Ik vind dat toch altijd wel... Ja, ik vind dat altijd wel wat hebben als er stenen of zo bij liggen, toch? Lijkt net echt. Prachtig. Oké. Ja, nu is het even afwachten tot ze bezig zijn met die onderzoeken. Want in principe is het verblijf klaar. Wat krijgen we eigenlijk bij deze onderzoeken? Speeltjesverrijking. We krijgen hier een feitje, een educatiebonus en een voerontgrendelingsniveau 2. Kunnen hier ondertussen misschien al wel al even van die collectebussen neerzetten. Zodat we wel geld natuurlijk van deze dieren ook krijgen. Dat is sowieso een goed idee. Een collectebus hier neerzetten. Kijk, die zetten we hier neer. En die zetten we ook hier neer. En we kunnen natuurlijk al wat bankjes neerzetten en educatie. En dan doen we de volgende keer gaan we hier wel gewoon mee verder met de uitbreiding van dit stukje. Want het is nu nog behoorlijk saai hoe het eruit ziet in ieder geval.
Dit kunnen we zeker nog wel... Ik ga hier wel een beveiligingscamera neerzetten. Hier kunnen we zeker nog wel wat uithalen. Ik denk dat het ook heel leuk is als we hier het pad nog door laten lopen. En dan een soort... Ja, wat, hoe noem je het? Een soort uitkijkpunt of zo voor die mensen maken. Dat kunnen we nog wel doen, toch? Oké, zet even zo'n educatiebord neer. Misschien een soort hokje of zo maken is misschien wel leuk. Kunnen we bij de polvossen ook nog wel doen. Echt een beetje meer een ding van educatiehokje... waarbij we de uitleg over de dassen en zo doen. Of een uitkijkpunt maken. Kijk, die zetten we hier even op de grond. Ik vind dat heel lastig om deze te zien. Mijn gordeldier gaat bijna bevallen. Zit hij nou onder de grond? Waar zit je nou? Nu ben je aan het zweven. Dat is helemaal niet handig. Beetje bij het bord ook nog. Ja, top. De Europese das. Even kijken. Dit kan wel ietsjes kleiner nog. Zo. Top. Verblijf heeft een beschadigde omheining. Deze ook al. Oké, alles gaat hier kapot. We moeten echt een beetje de dierentuin op orde gaan stellen, jongens. Want het is allemaal niet goed hoe het gaat in deze dierentuin. Maar op zich, het geld en zo gaat best wel goed. Want we begonnen geloof ik met 30.000. We zitten nu op 46.000. En er zijn ook wat meer bezoekers weer bijgekomen. Ja, ik denk dat we gewoon anders in de volgende video verder gaan met de verrijking van de dassen. Want het duurt altijd best wel lang. Aan de andere kant wil ik er ook nog even op wachten. Ik weet niet of het nou... Of hoe lang dit nou duurt, zo'n onderzoek. Is het nou dat het hele balkje vol moet gaan? Of dat het gewoon vanzelf komt? Zeg maar, dit zijn natuurlijk 6 dingen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nee, dacht, dit rondje is dat dit allemaal is gehaald. Alleen, hoe lang duurt een onderzoek? Dat is natuurlijk de vraag. Volgens mij gaat dat best wel snel. Hoe is het eigenlijk met de pauwen? We kunnen wel even bij de pauwen kijken. Want de pauwen waren allemaal behoorlijk ziek. Is hier niet al enorme grote tekort aan... aan ruimte voor deze dieren? Nee, ook nog niet eens. Ze zijn nog blij ook. Hoe is het met jullie sociale groep? De sociale groep is ook nog... Met hoeveel zitten jullie hier? Wacht, laat me eens even kijken met hoeveel pauwen we momenteel hebben. De pauw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jeetje, 17 pauwen? Misschien moeten we er wat voor kopen. Misschien wat vrouwtjes. Ik weet alleen of ik dit al kan. Volgens mij kunnen we wel. Oh, we konden er maar eentje. Oké. Okay. Hier, er gaat er een, hè. Deze gaat intil doen. Zullen we jou even de pil zetten? Niet intil doen. Niet met je zoon of met je dochter gekke dingen doen, alsjeblieft. Nee, oké, okay, ik was op tijd. Deze is al ver volwassen ook. Deze moet niet maar een intil doen. Kijk, ze hier liggen, joh. Wat een cutie. Kijk, een babybeertje. Nou, hij is al wel 1,5 jaar oud, maar... Snurkt hij nou zo hard? Een beetje. Oké. Okay. Dier is gestrest. Nou, klim even de boom in. Ik vind het zo tof, hè, dat ze dit kunnen gewoon doen, hè. Ze klimmen hier gewoon de boom in ook, hè. We wilden je eigenlijk volgen, maar klikte mis. Hoe ver gaan ze de boom in? En waar zit hij nu ondertussen al? Zit hij niet ondertussen al op de rotsen? We zijn alweer naar beneden gestort. Oh, hij zit hierboven. Kijk nou, hoe vet. En nu klimt hij alweer naar beneden. Maar dit is leuk, toch? Dat ze dit zo kunnen doen. Ik vind het echt een realistisch spel af en toe, hoor. Lekker klimmen. Lekker klimmen. Lekker stukje geklommen. Is het onderzoek al klaar? Monteuronderzoek. Het monteuronderzoek gaat tenminste wel snel. Hoe is het eigenlijk met mijn marketing? We kunnen wel eens een beetje kijken ook naar de marketing van... Van mijn dierentuin. Marketing. Ik moet wat aan de marketing gaan doen. Oh ja, ik heb wel een marketingcampagne een keer gedaan. Misschien moeten we tv-reclames dus doen. Dit is een goed idee. We gaan een beetje marketing dingen doen. En een online campagne. Viral video's. Laten we deze video viral gaan, jongens. Hier is ook weer wat kapot. Het aapje blijft een beetje hangen. Oké, maar de marketing hebben we dus nu ook gedaan. We hebben wel gelijk 5 sterren marketing. Bezoekerseducatie is 3 sterren. Dierenbeoordeling is 3 ster en 1/10. Natuurbehoudbeoordeling is 5 sterren. Oké, dus dat is in principe goed. Nou, schiet even op met je onderzoek voor deze dieren. Want het duurt me allemaal veel te lang. Oh ja, de kaartjes moest ik nog wat duurder maken. We maken hier 13 van. En hier maken we 7. Oeh, 750 is wel veel. Doe maar $7. Kaartjes zijn gefixt. Ik hoop dat ze nu niet te duur worden. Ik kan geen toegankelijkheid onderzoeksruimte vinden. Jij bent niet degene die toch... aan het doen is van de dassen. Monteuronderzoek is weer klaar. Ja, maar waarom? Misschien moeten we hier één iemand van weghalen. Deze kan wel stoppen. De werkdruk is ook veel te hoog voor die mensen, begrijp ik alweer. Oh, man. Dit schiet weer niet op. Ik hoor hier allemaal weer geluid.
Nou, ik denk dat we dit de volgende keer gewoon lekker gaan doen, jongens. Nou, de volgende keer gaan we verder met het verblijf van de dassen. Ik vind het wel een leuk verblijf geworden, moet ik eerlijk bekennen. Ik vind het een leuk en schattig verblijf. We gaan hier gaan we denk ik iets van een mooi pad maken. En dan met mooie rotsen of zo werken. Of mooie houtpalen. En dan kunnen we hier nog, dat de bezoekers hier nog een mooi stuk hebben om te lopen. Misschien kunnen we hier nog een soort speeltuintje maken of zo. Maar dat zien we dan de volgende keer wel. Ik wil jullie in ieder geval graag bedanken voor het kijken van deze video, jongens. Vergeet natuurlijk niet te liken deze video. En natuurlijk niet te abonneren op deze video. Dat is natuurlijk heel belangrijk als je op de hoogte wil blijven van deze Planet Zoo video's. Tot de volgende keer, jongens. En bedankt voor het kijken. Doei, doei!